Rob van den Hoven begint dinsdag 18 september als directeur-bestuurder van Viking Film en Theater. Hij wordt het boegbeeld van de nieuwe organisatie die op 1 september is ontstaan uit de fusie van filmhuis De Keizer en Theater Bouwkunde. Van den Hoven was recent onder meer werkzaam als horecamanager in Focus Film Theater in Arnhem en als interim manager van Grand Café Het Gegeven Paard, wat onderdeel is van Tivoli Vredenburg. Hij heeft ruime ervaring met het ontwikkelen en opzetten van nieuwe horecaconcepten en horecabedrijven in de culturele sector. Het bestuur van Viking Film en Theater is bijzonder blij met zijn komst. Voorzitter Johan Bunt zegt over de aanstelling: met Rob van den Hoven beschikken we over een ervaren culturele ondernemer die zijn sporen heeft verdiend als horecamanager in de cultuursector.